Welkom bij de Cruisy Focus met Oceania Cruises. En de cruise uit de reeks Exotics en Tropics brengt ons vandaag van Bangkok naar Tokio. Bangkok en Thailand in het algemeen is bekend omwille van het streetfood aspect. En wij hadden er een streetfood specialist bij, Sjobbe Schellens van Unitrips Reiskantoor. Jij bent echt een streetfood lover. Hoe ben je daar eigenlijk in gerold? Ik denk, als je naar Azië op reis gaat, iedereen die daar al is geweest, denk ik dat het heel makkelijk is om een streetfood lover te worden daar. Met alle culinaire hoogstandjes, gaande van het eten op straat tot in de Michelinsterrenrestaurants. Maar Azië is all about food, dus het is niet zo moeilijk om een foodie te worden daar. Nee, dat is waar. En eigenlijk het aanbod is echt wel gigantisch divers. Want als we spreken over streetfood, het gaat niet enkel over een soort van Aziatische versie van hamburger en hotdogs, zoals wij hier bij ons streetfood hebben. Dat is echt wel gigantisch divers, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ik denk dat het een kunst is. Als je ziet hoe de mensen daar op straat met hun grote pannen en hun pottekjes en de 101 ingrediënten hun gerechten klaarmaken, dat is inderdaad iets anders dan dat wij hier aan de frietkraam of de hamburgerkraam kennen. En de smaken die daar vanaf komen, dat is gewoon dat is geweldig. Hè? Ja, dat is overweldigend. Daar is de streetfood echt verheven tot cultuur, zal ik maar zeggen. Letterlijk, want er is een streetfoodzaakje die een Michelinster heeft gekregen in Bangkok. Dus dan wordt het letterlijk als een... En de streetfoodkraampjes zijn in Thailand zelfs door UNESCO erkend. Ja, dus juist. Ja. Dus dat betekent ook al wat. Klopt. Ja. Het is inderdaad sowieso een geweldige sensatie om langs al die kraampjes te wandelen. Als je met een lege maag daar voorbij wandelt, dan kan je uiteraard totaal niet weerstaan om wat dingen te kopen. En, ja, voor elk wat wil, uiteraard. Vlees, vis, vegetarisch, alles is er eigenlijk. Hè? Ja. Ja, 100%. Het is die geuren van al die verschillende kraampjes. Vaak in combinatie met de lucht van de stad. Ja. Heeft altijd een heel speciaal effect. Maar of je nu net gegeten hebt of nog met een lege maag zit, maar je wordt zo aangetrokken tot weer dat nieuw gerechtje te gaan proeven bij die kraampjes. Dat is een fantastische ervaring altijd. Tuurlijk. En zo komen, ik heb jou een beetje laten kiezen voor een bepaald streetfood gerecht voor te stellen, maar zo komen we bij het bekende Pad Thai, wat zeer breedomvattend is. Maar vertel eens wat daarover. Wat is Pad Thai voor diegenen die het toch nog niet zouden kennen? Wel, ik denk dat het moet ongeveer het meest gekende streetfood gerecht zijn van Azië. Het komt uit Thailand. Het is eigenlijk best in vergelijking met al die andere kunstwerken een instapgerecht of een eenvoudig gerecht om te maken ook. Maar toch zit er zeer veel verschil op de manier waarop een Pad Thai kan smaken. Maar omdat de meesten het misschien wel kennen of al eens gegeten hebben, misschien zelfs in een Thais restaurant hier in België, leek het mij leuk om daar eens wat meer over te vertellen. Ja. Er zit ook wel een leuk verhaal achter. En ik moet zeggen, elke keer als ik zelf in Azië ben geweest en ik kom thuis, is het altijd met een heel aantal extra kilo's. En dan is dat niet in mijn bagage, maar dan is dat onder andere omdat ik zoveel Pad Thai heb gegeten. Dus dat is wel leuk. Ja. Maar het verhaal daarachter is... Het is eigenlijk geïntroduceerd geweest door de Thaise regering tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is omdat het was eigenlijk om de rijstconsumptie, het eten van rijst, te verminderen om economische redenen. Omdat 1 kom rijst
daar kun je eigenlijk 5 kommen noedels mee produceren. Dus het eten van noedels was simpelweg goedkoper tijdens een oorlog. Ja. Alleen was er wel een probleem met de perceptie, want noedels werd destijds aanzien als een product uit China en was dus bij de Thaise bevolking niet echt populair. Dus is de regering daarna met een aangepast roerbak-noedelrecept gekomen, waarbij ze de ingrediënten daarvoor meer lokaal zijn gaan zoeken. En hebben ze dan zelf de naam Pad Thai gegeven, wat eigenlijk Thai roerbak betekent. Ja, ja. En dat heeft eigenlijk de Thaise bevolking destijds aangezet om noedels te beginnen eten in plaats van rijst. Leuk verhaal. Dus dat is wel een leuk verhaal. En vandaag de dag zie je natuurlijk dat die Pad Thai overal verkrijgbaar is. Zowel op de straat, waar dat we het net over hadden, tot in luxe restaurants. En ja. Krijgt daar weer een andere vorm. Er zijn zoveel versies van te vinden. En dat maakt dat het wel een heel interessant gerecht is. Mede door de geschiedenis en mede door die zoveel verschillende versies die je er eigenlijk van kan maken. Wat is jouw favoriete versie van Pad Thai? Of wat heb je er graag bij van bijkomende ingrediënten? Ik heb niet echt een favoriet, moet ik zeggen. Ik heb wel een streetfoodzaakje in Bangkok, waar ik elke keer opnieuw naartoe ga om een Pad Thai te gaan eten. Die zaak heet Tip Samai. Die ligt eigenlijk onderaan de Golden Mount, de Wat Sakit in Bangkok. Ah ja, ja. En is eigenlijk, waarschijnlijk de eerste en oudste bestaande Pad Thai restaurant. En de locals benoemen het zelf als de beste Pad Thai van Bangkok. Oké. Okay. Dus daar ga ik altijd naartoe, Tip Samai. Heel leuk adresje en een aanrader de volgende keer als je nog eens in Bangkok komt. We zullen zeggen als shoppers tip, hè, om daar eens langs te gaan dan. Ja. En inderdaad, of het nu met kippies of garnalen, of daar heb je echt... dat kan allemaal uiteraard. Ja, ja, ja. Klopt. Je hebt ons ook het recept meegegeven. Dat kunnen we hier bekijken, maar je kan dat natuurlijk ook terugvinden op de website unitrips.be. Daar heb je ook nog meer informatie. Ook het verhaal staat erop vermeld. Dus wie daar meer informatie over zoekt, kan op jouw website is even terecht. Ja, inderdaad, op unitrips.be. Onder over ons ga je een onderdeel of een pagina vinden, Streetfood Azië. En daar kan je het recept inderdaad terugvinden. En het verhaaltje nog eens nalezen over de geschiedenis van Pad Thai en ook andere gerechten. Prima. Wij gaan iedereen nu meenemen naar die lekkere keuken aan de hand van een smaakmakende... video. Bedankt alleszins voor je bijdrage voor het culturele aspect, zal ik maar zeggen, van wat streetfood betreft. En graag tot een volgende keer, Shobbe. Tot volgende keer, Erik. Pad Thai was created during the regime of Field Marshal Black Phibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice. Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, but we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula.
Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand.